Ik ben Tom Morsink, ik ben 30 jaar en ik werk bij IKEA in Hengelo als HR-adviseur. En ik ben in 2000 begonnen met de AMA, de Academie Mensen en Arbeid, Personeel en Arbeid. En ik ben in 2004 afgestudeerd. De motivatie om mijn opleiding te doen was dat ik in eerste instantie bedrijfseconomie had gedaan. Dat vond ik te veel gericht op cijfers. En ik zocht iets wat iets meer gericht was op mensen en het inzetten van mensen in een organisatie. In de manier waarop dat efficiënt kan. En toen sprak ik iemand die bij mij een beroepskeuzetest afnam. En ik had zoiets van, wow, dit is wel heel erg leuk. Zij was heel enthousiast over de opleiding personeel en arbeid. Toen ben ik me in gaan verdiepen. En toen heb ik gekozen om personeel en arbeid te gaan doen. Als ik terugkijk op de tijd dat ik op de opleiding zat, dan heb ik het meest gehad aan gespreksvoering, aan methodieken, vaardigheden om een goed gesprek te kunnen voeren, maar ook vooral ook om leidinggevenden goed te kunnen adviseren. Ik ondersteun een dertigtal leidinggevenden bij IKEA. En die moet ik coachen en adviseren. En dat heb ik geleerd op de opleiding. Ik vond de begeleiding van docenten bij Saxion erg goed. Er waren allemaal vakmensen. Van mensen die toch heel erg gericht waren op de organisatiekant. Als ook mensen die heel erg veel verstand hadden van de individuele kant, loopbaankant. Ik heb dat ook wel zo ervaren destijds, dat je ruimte had om eigen initiatief te nemen, met docenten in gesprek te gaan voor opdrachten, et cetera. Dus nee, eigen initiatief werd destijds heel erg gestimuleerd en ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is.